Heb je nou strepen in je plafond of misschien ook wel in je muur en je wilt dat wegkrijgen of je wilt het voorkomen? Nou, in deze aflevering ga ik jou leren hoe je dat kunt oplossen en waar je eventueel op moet letten bij het schilderen van een plafond, zodat je geen strepen krijgt erin. Dus als je daar meer over wil weten, blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Wedens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bijsenhol. Bijsenhol, voor het beste schilderwerk. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En vandaag ga ik je leren hoe je strepen uit je plafond eruit krijgt. Het is heel erg lastig om de strepen die er al in zitten, om die eruit te krijgen. Nou, je kan een paar dingen doen om dat op te lossen. En als je deze tips volgt, dan zul je ook merken dat jouw plafond er mooier uit gaat zien na het toepassen van deze tips. Als je nog geen abonnee bent, abonneer dan even hieronder door op de rode knop te klikken en druk even dat belletje aan, zodat je geen schildertip hoeft te missen. Vandaag ga ik een plafond schilderen en die heeft allemaal strepen erin. En het is heel lastig om dat er eigenlijk uit te krijgen, omdat die strepen best wel op elkaar kunnen zitten en eigenlijk hoogteverschillen zijn. En als je de nieuwe verf op aanbrengt, dan zul je waarschijnlijk die hoogteverschillen nog steeds kunnen zien. Maar ik ga je toch een paar technieken leren hoe je dat eventueel zou kunnen oplossen en die jij ook kan toe gaan passen. Je zou eventueel kunnen kiezen om bijvoorbeeld het plafond of de muren, als je dat daarin hebt, om dat goed uit te schuren. Dus de schuurmachine pakken. En dan ga je dat schuren en dan schuur je een heel groot gedeelte schuur je er al uit. Alleen het nadeel is, als je nou spakplafonds hebt of een andere soort structuur op je plafond of muur, dan kun je al niet meer gaan schuren. En dan heeft dus deze tip helemaal geen belang voor jou, omdat je dat er niet uit gaat krijgen. Nou, mijn plafond is wel heel glad, alleen ik ga hem ook niet schuren, omdat ik jou wil laten zien dat je dat voor elkaar kunt krijgen. Een van de problemen die vaak ontstaat waarom je strepen krijgt, en dat is natuurlijk iets waar je op moet letten, ga jij je plafond schilderen, is dat men gaat schilderen en dan vervolgens doen ze te dun. De latex die ze aanbrengen is eigenlijk veel te dun op aangebracht en daardoor ga je al heel snel strepen erin krijgen. Nou, als jij geluk hebt, is dat dus ook in jouw plafond ontstaan. En heb je dus niet zo erg die hoogteverschillen erin, maar is het gewoon veel meer dat je te dun hebt aangebracht. Nou, dat kun je oplossen door veel meer laagdikte aan te gaan brengen. Nou, een ander probleem wat je ook vaak ziet, is dat men gaat schilderen. De banen beginnen hier en daar te drogen. Het lijkt een beetje bont. En dan zegt ze, hey, ik zie daar nog een plek. En gaan ze nog een keer met die rollen eroverheen. En op die manier ga je ook wederom veel banen in je plafond krijgen. Nou, dit soort problemen kun je gewoon voorkomen door te zorgen dat je voldoende laagdikte aan gaat brengen. En ik ga je straks laten zien hoe ik dat doe. Ik ga je niet alle handelingen helemaal exact uitleggen, maar als je al een deel ziet hoe je dat kunt oplossen, dan weet ik zeker dat jij het voor elkaar krijgt. Een ander probleem wat vaak voorkomt, is dat ze eigenlijk ook een hele goedkope latex inkopen. En als je goedkope latex inkoopt, dan zul je dus ook veel sneller banen erin gaan krijgen. Dus ik wil je echt adviseren om een goede latex te kopen, waardoor je dit soort problemen gewoon eruit kunt filteren, alleen al door gebruik maken van een goede materiaal. Nou, ik gebruik voor dit project de Wijzeltex mat van Wijzenol. Deze latex die bevat zoveel bestandmiddelen en een goede bindmiddel, waardoor die eigenlijk niet gaat breken wanneer je hem op het plafond aanbrengt. De latex is spanningsvrij en dat betekent eigenlijk dat hij de krachten die tussen die twee lagen in zitten, dat hij dat goed op kan vangen en waardoor die dus ook niet gaat breken. Maar hij is ook in zijn volume heel vol, dus ik ga die aanbrengen. En wat ik doe is ook door de hoek heen schilderen, omdat ik straks een mooie rechte lijn in wil aanbrengen. Nou, hoe je dat doet, ga ik je zeker uitleggen via mijn kanaal. Dus zorg dat je abonneert op mijn kanaal, zodat je dit soort dingen niet hoeft te missen. Ik ga dat eerst aanbrengen en ik ga je dat laten zien
hoe je dat kunt doen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik even mijn kleding vervangen. Want als ik nou zwart aan heb en ik heb witte spetters erop, dan ga je dat heel snel weer terugzien. Dus ik ga even een andere shirt aantrekken en dan kan ik het plafond gaan schilderen. Zo, ik ben omgekleed. Ik ga aan de slag om het jou te laten zien. Ik doe de rand dus eerst met de kwast en probeer een halve centimeter door de hoek heen te schilderen. Daarmee kan ik straks de donkere kleur van de muur veel strakker krijgen. Ik schilder de rand met de ronde purple kwast van Goudhaantje, maat nummer 16. Zodra je de rand hebt gedaan met de kwast, kun je de kleine roller pakken. Hiervoor gebruik ik de groene latex rolletje van Goudhaantje. Let goed op, ik gebruik de 13-harige poolhoogte. Normaal is dat 12. Ik gebruik bewust de 13, omdat deze mooi aansluit qua structuur met de grote roller die ik gebruik. Probeer de muur niet te raken, maar mocht dat wel zo zijn, dan kun je met een droge kwast het overtollige wat weghalen. Ga dat wel doen, anders hou je daar een lelijke rand. En wil je de juiste producten bij mij bestellen, dan kan je mailen naar info@schildersbedrijfedens.nl. In de beschrijving lees je precies hoe je dat kunt doen en er is daar ook een video beschikbaar met veel meer uitleg. Met jouw bestelling sponsor je mijn kanaal, zodat ik nieuwe filmpjes kan blijven maken voor jou. De randen kun je goed in de verf zetten. Probeer niet te zuinig aan te brengen. De roller moet heel makkelijk en over je oppervlakte heen kunnen gaan. En daarin moet je zo min mogelijk weerstand invoelen. Ik doe eerst de hele achterrand en de zijkanten van het plafond. En dan ga ik het plafond schilderen. Probeer alles nat in nat te houden. Ik heb nu de achterkant en de zijkanten gedaan en ga starten met het schilderen van het plafond. Ik breng nu de verf aan op het plafond en rol korte banen. Pak voldoende verf op je roller, zodat de verfroller goed nat blijft. Laten we zeggen dat je ongeveer 2 rollers breed de verf aanbrengt en 1 meter lang per keer. En op die manier hou je het compact en kun je goed nat in nat blijven werken. Vind je deze tips nou waardevol? Gun mij dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes, want daar help je mij weer mee. Omdat er veel strepen in het plafond zaten, is het belangrijk dat je voldoende verf aanbrengt. De Wijzertex mat van Wijzernol droogt daarin ook erg mat op en dat geeft tevens weer een groot voordeel bij het verwijderen van de strepen uit je plafond. Ik moet hier wel om het bankstel en tafel heen werken en de verf moet zo nat mogelijk blijven. Vandaar dat ik de camera niet op veel verschillende plekken heb staan. Ik heb de camera zo in positie staan dat jij goed tegen het licht aan kunt kijken om te zien wat er gebeurt. En als je wilt weten of de klant van de opnames weet, dit heeft de klant zelf gemaakt. Nu ben ik aan het einde van de kamer en kun je de laatste rand van de muur weer eerst doen met de kwast en de kleine rolletje. Daarna kun je de grote rollen pakken en je plafond afmaken. Ik heb het plafond dus 1 keer geschilderd en zo ziet het eruit als alle strepen eruit zijn.
Ik heb het plafond dus een halve centimeter door de hoek heen geschilderd, zoals je hier kunt zien. Dit maakt het wat makkelijker om met je donkere kleur een perfecte rechte lijn te krijgen. Als de donkere kleur erop zit, zie je duidelijk dat het een hele mooie strakke lijn is. En jij kunt zo'n perfecte lijn erop krijgen. Je moet alleen weten hoe je dat moet doen. Klik het filmpje in het midden van het scherm om alle trucjes te leren hoe jij zo'n perfecte rechte lijn kunt schilderen. Abonneer je meteen op mijn kanaal, zodat je niets meer hoeft te missen. En ik zie je snel in het filmpje hiernaast, waar ik je ga leren hoe jij een perfecte rechte lijn kunt schilderen met een donkere kleur. Ik zie je snel. Adios!